De tweede gewonde. En de verzorgers die zojuist Raoul op de been hebben geholpen en die weer terug is, hebben nu een tweede patiënt in de persoon van doelpuntenmaker Zinedine Zidane. Was die bal niet voor Valdés? Die voorzet van rechts. Hier is Ronaldo's voorzet. Valdés, ja, loopt daar mee, maar doet niks. En Zidane komt onzacht in aanraking met de paal. Puyol kwam net terug op dat moment. Maar is te laat, die organisatie is weg. 1-0 in de zevende minuut. Zidane buiten de lijn nog steeds. En het begint natuurlijk fout op het moment dat Van Bronckhorst die bal en met een boogje net langs de kruising. Doeltrap, dus volgens de scheidsrechter zit Casillas er niet aan. En dat zal wel. Ronaldo. Heel goed gespeeld op Roberto Carlos. Niet bij. Zijn laatste goal was die tegen Valencia. 2-0. Uit die bananenbal van Beckham. Twintigste minuut nog maar. Nou weten we van Chelsea, Barcelona, dat het heel gauw weer anders kan zijn. Maar daar moeten ze nu dan wel aan beginnen. Ronaldo tegen de club waar die speelde 96-97. Puntje van de schoen scoort de Bestia Negra. En dat is absoluut geen discriminerende term. Nee, Bestia Negra is de vijand van Madrid. Want dit is een zesde competitiewedstrijd in Bernabeu. En hij scoort voor de vijfde keer tegen Real Madrid. Eerder vaker voor Real Mallorca. De oudspeler van Boris positie. Cito Luxemburgo. Tip nu al de knock-out. Raoul. Uit de zoveelste counter scoort Madrid. En dan heel goed verwacht van Ronaldo, weet je nog, ter inleiding van die goal. Zidane gepaarde Roberto Carlos diepte te maken, snelheid te maken. In de 5 minuten extra tijd tegen Betis wel. Het lijkt een eenvoudige kant. Maar Casillas liet de bal toch gewoon los. En wordt Eto'o niet getorpedeerd. Hier lijkt hij net te laten komen. Daar is Beckham. Daar valt Eto'o. Dan laat Casillas, die heeft één hand op de bal, die laat hem weer los. En een beetje makkelijk krijgt hij dan de vrije trap mee. Beckham verdedigt daar. Om maar even aan te zelf. Laat goed. Vijfenzestigste minuut. En Madrid is onderweg naar de 4 doelpunten verschil die het nodig heeft, niet buitenspel, om het onderlinge resultaat over 2 wedstrijden in Madrileens voordeel om te buigen. 4-1 achter.
Maxi Lopez. Ondertussen komt in de ploeg voor Giuli. Bal op het doel staat. Echt waar. Haaks op het doel staat. En met zijn rechter, eigenlijk à la Beckham, die bal om de muur krult. Vamos, vamos, zegt Ronaldinho. En misschien wordt hij aangeraakt door de springende Ronaldo. Maar de baan van de bal nauwelijks afgeweken. Het is wel 4-2. En nog 17 minuten.